Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag rijst met groentes en kip maken. Ik heb nodig rijst. Ik heb deze genomen. Zilvervlies rijst, maar je kan alle soorten nemen wat je lekker vindt. Paprika in verschillende kleuren. Snijbonen in dunne plakjes, maar je kan ook andere groentes in de plaats nemen wat je lekker vindt. Kastanje champignons. En doperwten. Dat is wat ik nodig heb voor de rijst. En voor de kip heb ik nodig kipfilet in kleine stukjes, koriander, olie, ui plus een teentje knoflook, geraspt, en kruiden. Ik heb hier Marokkaanse kruiden, rasergenoot, wit en zwarte peper, zout, kurkuma, gember, currykruiden, kipkruiden en oregano. Dit is wat ik heb, currykruiden deze soort. En oregano deze soort. Maar je kan alle kruiden nemen wat je lekker vindt. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik begin eens met kip. Hier doe ik de kruiden bij. Ei en knoflook. Een beetje koriander. Een klein beetje laat ik over voor straks. En olie. Dit ga ik goed mengen. Zo, dit ga ik afdekken en laat ik ongeveer een half uur staan. Zo kan de kruiden en de zout goed intrekken. Nou, mijn kipfilet heeft een half uur gestaan. Ik ga het nu bakken. Ik doe verder geen olie of boter in de pan. Ik doe een deksel erop. Ik zet hem op zijn zachtst en laat het ongeveer 20 minuten bakken. Ik ga ondertussen ook mijn rijst koken. Nou, mijn water kookt. Hier ga ik mijn rijst in. Die heb ik gewassen. Mijn snijbonen gaat erin. Mijn doperwten ga ik erbij. Ik doe een beetje zout erbij. Dit ga ik even roeren. Ik doe het deksel op. Zodra die weer begint te koken, zet ik hem helemaal zacht. En dan heel rustig laten koken. Nou, mijn rijst begint te koken. Ik zet hem helemaal zacht en laat ik ongeveer 10 minuten koken. Ik ga even naar mijn kip kijken. Kijk naar mijn aantal voorbereiden. Nou, deze is klaar. Ik ga nu de groentes toevoegen. De paprika. Dit laat ik ongeveer 3 minuten bakken. Daarna doe ik de champignons erbij. Zo, ik ga nu mijn champignons erbij doen. Dit laat ik ongeveer 3 minuten bakken. Ik bak mijn groentes altijd beter gaar. Maar als je van doorgebakken groentes houdt, dan moet je het even wat langer laten doorbakken. Nou, mijn rijst is inmiddels ook gaar. Die ga ik uitzetten.
Hier van de boeren, een beetje kijken. Kijk zo. Ik heb me uitgezet. Ik zet nu de deksel erop. En dit laat ik even rusten. Nou, mijn champignons zijn ook klaar. Ik doe als laatste de koriander erbij. Zo, ik zet hem nu uit. Bismillah, ik ga nu opdienen. Ik heb hier een kommetje. Die ga ik vullen met rijst. Dit ga ik goed indrukken. Misschien zien jullie dat niet of wel. Zo, beter. En goed indrukken. Dan heb je aan boord. Ik ga het hier opzetten. En dan ga ik dit omdraaien. Dan krijg je dit. En nu ga ik dat met kip doen. Nou, dit is mijn rijst, kip en groentes. Dank jullie wel voor het volgen en wie weet tot de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.